Wat is je hobby? Jeugdbrandweer en voetbal. Ik drum en brandweer. En waarom heb je voor de brandweer gekozen? Omdat dat leuk is en mijn opa zat er ook vroeger in. Dus. Ik ben erin geraakt met een open deurdag van zo'n 5 jaar geleden. En dat was echt iets van een uitdaging dat ik moet aangaan. En ik wil ook wel wat bijleren van veiligheid. Eigenlijk doen wij oefeningen gebaseerd op realistische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een huisbrand. Gaan wij een huis binnengaan, de muren aftasten, ook met slangen binnengaan, persleugels. We hebben al heel veel jongens of mannen gezien hier bij de brandweer. Hoe is dat voor als meisje daarbij deel te nemen? Ja, het is een hele uitdaging natuurlijk voor als meisje erbij te zijn. En het is vooral uw manneke leren staan. Wat is voor u al het leukste moment tot nu toe dat je hebt beleefd bij de jeugdbrandweer? Ik denk eigenlijk de kampen, want dan leer je andere korpsen kennen en ook veel mensen. En ja, een beetje ervaring uitwisselen. En wat zijn de reacties van uw vrienden en uw familie dat je bij de jeugdbrandweer bent? Meestal spotten ze daar wel mee, maar ik vind dat, ja, ik ben er fier op dat ik dat doe. Dus. Ja, zeker mijn opa, want ik volg hem een beetje op met mijn broer. Hij is wel fier op mij.